daar staat de verrassing van dit seizoen. We horen het Dionne de Graaf zeggen. Jan Maarten Heideman. Hij won dit seizoen de beide voorgaande marathons. En dat was een enorme verrassing. Hij deed dat overigens op klapschaatsen. We zullen dat straks ongetwijfeld gaan zien. En de man in het oranje is de leider in het klassement na de wedstrijd van Amsterdam vorige week. Jan Maarten Heideman. Het mag een grote verrassing heten. Het is een nieuwkomer in het marathonpeloton. Maar hij weet van wanten. Komt uit het lange baan schaatsen. Heeft hele scherpe tijden ook staan. Heeft zelfs vorig jaar nog bij de top 40 van de wereldranglijst al tijden gestaan. En dat zegt iets. Dat zegt heel wat. En Pietersen en de Vries nu aan de leiding. En het rondebord staat inmiddels op 18. Dus als de heren nog echt voorsprong willen nemen, dan moet het nu zo onderhand ook gebeuren. De voorsprong wordt langzamerhand groter. Dat gevaar wordt onderkend door de ploeggenoten van Heideman, terwijl Veldhuis het hier op gaat geven. En daar is het Lammert Huytema die het tempo op gaat voeren. En de voorsprong wordt groter hoor. De voorsprong van deze beide heren wordt groter. Het peloton wordt er geaarzeld. Huytema wil wel, maar krijgt geen steun. Dit zijn de achtervolgers met Juri Takke, die wil dat er door wordt gereden. Ruud Borst, de langste man van het peloton, die natuurlijk de belangen van Peter de Vries moet verdedigen. Ja, dit groepje achtervolgers komt dichterbij. Medespel Borst! Acht ronden nog. Takke van Mechelen. Ja, van Mechelen wil niet overnemen. De voorsprong is ruim 100 meter, precies op baanlengte. En dat moet op zich voldoende zijn. Op de achtergrond ziet u Piet Kleine, die de belangen van Heideman moet verdedigen. Maar dan moet hij wel snel zijn, want acht ronden is niet zoveel meer. Hier wordt geaarzeld. Natuurlijk, Ruud Borst weet dat Stam, of dat de Vries daar vooruit rijdt, zijn ploeggenoot. En de ruggen worden gerecht in het peloton. En dat is gunstig voor deze beide heren. We krijgen dus een finale tussen de Vries en Pietersen. De peloton staat helemaal stil. En dan is het de vraag of de beide koplopers nog een ronde voorsprong gaan pakken. Zo ja, dan mag deze groep 5 ronden extra rijden. Terwijl het rondebord voor deze beide heren op 6 staat. U zag even Erik Veenstra door het beeld flitsen. De ontdekking van het vorig seizoen op kunstijs. 2 wedstrijden zomaar gewonnen achter elkaar. En dan is het Angenet zelf die in gaat grijpen. Veenstra wordt daar voorbij gereden. Mooie stylist, Henk Angenent, winnaar van de Elfstedentocht, op jacht naar de beide koplopers. Maar het lijkt me een jacht die wat te laat is ingezet, want het rondebord staat inmiddels op 5. Kijk eens, Heideman in het groepje met Angenent. Veldhoen op achterstand, daarachter in het geel. We kijken nu naar de achtervolgers. Kijk, daar gaat Heideman. En let u op die man. Heideman heeft een enorm eindschot in de benen. Dat heeft hij de beide voorgaande wedstrijden laten zien. Schitterende techniek. Niemand die kan volgen. Niemand die kan volgen. En is Heideman nog in staat om binnen 4 ronden het gat met de koplopers dicht te rijden? Het lijkt een onbegonnen zaak, maar je weet het nooit. Schitterend gezicht hoor. Pietersen en de Vries. En daar komt Heideman. Met speels gemak. Wat is dit een talent. Heeft het lange baan schaatsen vaarwel gezegd. Maakte de overstap naar het marathon schaatsen. En alsof het hem geen enkele moeite kost. We zagen dat vroeger bij Richard van Kempen. Die kon dat 2 ronden volhouden. Maar deze Heideman lijkt dat wel 5 ronden vol te kunnen houden. Ongelooflijk. Deze man uit Gelselaar. 24 jaar. En dan moeten de Vries en Pietersen nog behoorlijk doorrijden hoor.
Heideman op de klapschaat. En het peloton is geklopt. Het gaat tussen De Vries, Pietersen en Jan Maarten Heideman. En het rondebord staat op 2. En gaan de heren daar vooraan nog stilvallen? Zou Heideman voor een hattrick gaan? Dat zou heel bijzonder zijn. De Vries en Pietersen op jacht naar de bel. Heideman komt dichterbij. Pietersen kan sprinten en dat kan De Vries ook. En ze zien het gevaar. Keken beide achterom. Laatste ronde voor Pietersen en De Vries is ingegaan. Daar komt Heideman. Die gaat normaal gesproken voor de derde plaats in deze marathon. En de heren in het peloton zijn geklopt. Een spannende finale, dat zeker. Want wie van deze heren gaat de sprint winnen? Pietersen kan sprinten. De Vries kan dat ook. En Heideman gaat normaal gesproken zijn voorsprong in het klassement vergroten. Nou, Pietersen in het paarswit en De Vries in het geel-rood. Wie gaat dat winnen? Het wordt heel spannend. Pietersen wint, De Vries 2. Heideman gaat derde worden. En Pietersen wint dus de marathon van Utrecht. Peter De Vries werd geklopt. Hij werd tweede. Jan Maarten Heideman, dit is hem, de leider in het klassement, pakt vandaag opnieuw punten met de derde plaats.